Ja, je zou denken, dat valt toch nog wel mee. Je gaat je gewoon rotschamen als je de lul bent. Waarschijnlijk worden er een paar bierflesjes naar je hoofd gegooid van high back, stop hiermee. Het is echt heel, heel naar. Andere dingen die ze tijdens de quarantaine hebben willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom dagen de gierige gasten elkaar nu uit met een lijst van dingen die je absoluut niet wilt doen tijdens de quarantaine. Per aflevering is er één iemand de lul. De andere twee, die lachen toe. Dus zeg maar dag tegen de verveling. Dit is de anti-quarantainelist. Een hele goede middag, dames en heren. Je boy Mr. Shakes. Welkom allemaal bij de quarantainelist. We gaan vandaag met de boys een leuke opdracht doen. En ik mag een loodje trekken. Kijk hier al. Namen zitten erin. Het zijn iets te veel balletjes. Ja. Hoeveel balletjes zitten erin, joh? Over balletjes, ja. Kijk even. 3, 4, 5, 6, 7, 8. We zijn met z'n drieën. Het is goed zo. Laten we even met z'n allen gaan kijken naar de opdracht wat die tijdens gaan doen, jongens. Applaudisseren, DJ'en, zingen. Het zijn allemaal manieren om vanaf je balkon steun te betuigen. Of gewoon puur om je buren te vermaken. En als je echt talent hebt, dan kan dat best nog wel eens gezellig worden. Echter, één van jullie zal vandaag vanaf zijn eigen balkon een performance moeten geven die geheel in te vullen is door de andere twee. Succes! Een balkonserenade. Ik weet gewoon, dit is zo'n opdracht dat je denkt van, oh, dat doe ik wel even of zo. Het is al gedaan. Heel erg gedaan zelfs. Want je hebt echt heel veel filmpjes op het internet al gezien van mensen die aan het zingen zijn. Weet je, vanaf een balkon, voor mensen. En dan kom jij even als mosterd naar de maaltijd dit keihard verpesten. Joost heeft natuurlijk al mooi voor ons mogen zingen, dus het zou leuk zijn als Joost dit weer kan doen. Maar eerlijk is eerlijk, eigenlijk verdien ik hem wel, hè. Ik bedoel, ik ben nog helemaal niet aan bod gekomen dit seizoen. Statistisch gezien is de kans nu erg groot dat ik hem ga krijgen. De meeste hebben gezien dat het allemaal eerlijk gaat. Oh, shit. Ja, Niels zit erin. Joost, houd op er. Ja, helaas ga ik er ook in. Die van mij hoef je er niet in, hoor. En onze kale knakker. Dit is allemaal Martijn ook. Ja. De gekke wisseltruc van Shaki. Ik heb zo'n gevoel dat ik nu echt aan de beurt ben, jongens. Oh, het zou wel eerlijk zijn. Oh! Oh, oh. Niemand. Huh? Wat ben je aan het doen, Sjaak? Sjaak, ben je nuchter? Sjaak, ben je nuchter? Sjaak, ben je nuchter? Oh ja, weer niks. Huh? Wat is dit? Ja. Wat Sjaak, is dit? Sjaak! Martijn! Ja! Martijn! Ja! Lekker Sjaak! Lekker Sjaak! Dan word je in één keer drie keer op een rij geloot. Ik ga zo goed op dit seizoen. Gewoon lekker vanuit thuis filmen. Überhaupt geen enkele opdracht hoeven uitvoeren. Heerlijk. Het was zoveel eerlijker geweest als eigenlijk Niels de klos was geweest. Maar ik ga er gewoon veel lekkerder op dat Martijn gewoon weer de lul is. Ja, het is gewoon een loepzuivere hattrick voor Martijn. Doet me een beetje denken aan die wedstrijd AC Milan tegen Liverpool voor de Champions League finale. Drie keer achter elkaar scoren, maar toch verliezen. Ik moet nu een nummer naar keuze, op locatie naar keuze van Niels en Joost. Gaan performen. We gaan dit natuurlijk op een moment doen dat niemand erop zit te wachten. En dat hij het ook echt heel relaxed gaat vinden. Joostje. Ja, baas. Lekker. Dit gaat helemaal goed. Dit gaat hartstikke lekker. Derde keer Martijn. Een hattrickie. En we hadden het al even tijdens het telefoongesprek met Sjaak erover. En waar, weet je wel. Misschien zomaar wel in de Bijlmer gezellig. Dit doen in de Bijlmer. Jullie gaan gepopt worden, gaan. Dit doen. De serenade in Krijnes. En Sjaak zei dat is niet heel slim, man. Ik denk dat hij daar wel ergens gelijk in heeft. Er lopen daar behoorlijk wat jongens die van de straat zijn. Ja, en daarom gaan we het ook gewoon doen. En het mooie is, we kunnen het allemaal nog erg maken ook. Want we mogen natuurlijk het nummer uitkiezen. Ik zat te denken, laten we gewoon Celine Dion doen. My Heart Will Go On. Ja, toch? Helemaal op slijf geschreven. En we mogen nog een outfitje voor hem kiezen. Laten we hem gewoon een bikini geven. Ja, dat is wel netjes. Ja, als je daar gewoon bij straathosselaar staat in een bikini en Celine Dion zingt, dan sparen we je toch? Dat vinden ze hartstikke leuk. Dan zoek jij geen probleem. Dan zoek je echt geen problemen. Dan zoek je echt geen problemen. Maar goed, ik ga even een bikinietje halen. Als jij even dat nummer en die lering doorstuurt naar Martijn, dan zien we elkaar vanavond. Helemaal goed. Zie je goed, straks. Grappie. Joe. Joe.
Ik heb het nummer binnengekregen wat ik zo meteen moet gaan zingen. Het is Celine Dion, My Heart Will Go On. Ik had niet heel veel beters verwacht, eerlijk gezegd. Maar goed, ik moet dus nu dat nummer uit mijn kop gaan leren. En dat is niet mijn sterkste punt. Ik moet gewoon gaan oefenen. Dat ben ik nu ook een beetje aan het doen. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Oh my god. Maar ik heb het nu, de tekst voor me. Hoe ga ik het uit mijn hoofd leren? Waar zijn we? Ja, waar je bij jouw clown prank hebt opgenomen. I wake up, flex, I'm down there, check, no drip this. 3, 2, 1, go. Je bent geprankt voor YouTube. Dus het is een hele kleine payback. Hier ga jij je serenade doen. Zo, maar goed. Ik al. Jij weet nog niet in wat voor outfit je dit moet doen. Oh, jullie mogen een outfit. Ja. Doe het voor die gasten, Martijn. Jullie willen dat ik het hier doe? Ja, dit is wel fattig, als je het hier doet. Jullie willen dat ik het hier doe? Ja. Oké, heel eerlijk, wat doe ik als het niet waarderen? Sorry. It's a prank. En dan wegrennen? We zoeken een andere plek. Maar niet in onze auto in rennen. Ja, oké, maar we zijn dus nu op zoek naar een andere plek, omdat we denken dat dit niet veilig kan gebeuren. En jullie zijn vooral bang dat jullie gaan filmen. Ja. Jij bent heel blij dat je het hier niet doet. Nee, maar daarom gaan wij nu gewoon op zoek naar een rustige, veilige plek voor onszelf. We gaan nu naar een rustige plek omdat jullie te bang zijn. En dan kan jij rustig je ding doen. Waar gaan we midden in het Kraaienest een rustige, veilige plek vinden? Jongens, waar wil je nog heen? Ja, je moet naar links. Die gasten die zitten net ook. Nou, 50% kans dat een van die gasten een pieper bij zich heeft. Ja, 100% kans dat één een mes bij zich heeft. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Heel even eerlijk, het is hier bij deze flat is het allemaal te rusten. Hier lopen mensen. Dus misschien moeten we gewoon terug naar die hier lopen eerste mensen. Plek. Hier staan mensen. Ga ik daar tegenover het bushokje staan? Nee, ga je wel hiervoor staan. Wat vind je van deze locatie? Ja, ik vind het goed. Ik vind die andere ook goed. Is die net iets beter, hè? Die andere is net iets beter, maar dan moeten wij wel even vanuit de auto kunnen filmen. Ja, nou, dan fixen we dat toch gewoon? Ja. Oké, we gaan weer terug naar de eerste locatie. Met iedereen met messen en zo. Ja, dat weet je helemaal niet. Oké. Is je keeltje al een beetje warm? Fuck, hoe begint het nou? Zie ik me nu al met deze kwijt? Ik ken alleen de neurie ding van. Every night in my dreams, I see you, I feel. Je hebt nu al reactie. Niet goed? Ik kan je niet vertellen, het outfitje wat je aankrijgt, is niet oké okay dan hoor. Ja, Jan, we hebben hier echt aan het opnijden. Hier, foute boel. Moet ik het a cappella gaan doen? Als die box niet werkt. Martijn. Ik kan dat daar wel doen. Kom even hier binnen. Ja. Nu al de derde keer dat die gozer. Zullen we gewoon even rijden? Ja, alsjeblieft. Jongens, even serieus. Die box doet het dus niet. Ja, maar ik heb niet eens de tijd om het te proberen. Maar als ik dat ding aan het proberen ben en jij begint al fucking Titanic te zingen. Ja, ik was aan mijn keeltje aan het smeren. Ja, nee, niet. Goh, de hele fucking buurt weet nu al dat we hier zijn. Er staan al 3 rivals op ons gericht. Idioot. Dus rijden nu maar alvast weg, want hij is nu slapen aan het halen. Wij zijn zulke poesies. We zijn echt wij zijn de ziekste poesies die er zijn. Oké, nou ja, we hebben niet heel lang hoeven na te denken over welk pak we jou zouden geven. Het is gewoon een mooie Surinaamse bikini. Nee. Een bikini. Jullie willen me echt dood hebben, hè? Ik zou in jouw auto omgeven. Dat zou ik ook even doen. Zit hij lekker? Een broekje? Hey, waarom heb jij je onderbroek eraan? Ja, kom op, mag mijn onderbroek er wel aan laten. Dan sta ik hier met Naki in de fucking belmartering. Ik ga dit even overleggen met Niels. Vind je dat hij zijn onderbroek aan mag houden? Nee, natuurlijk niet. Nee, unaniem. Kom op, Joost. Koud. Dan sta ik hier met ballen. Vooruit, je mag hem aanhouden. Joost, zou je misschien een clipje vast kunnen maken? Wat is er niet bij? Oh, joh, dit ding is aangekomen. Nee, dit ding is gewoon te klein. Ik heb expres nog een groot. Dit ding is gewoon te klein. Het is niet voor een Surinaamse chick, dit is gewoon. Oh, joh. Dus even één keer het ritje open, even kijken hoe het eruit. Nee, echt, stik erin. Jawel, nee. Eén keer, laat het even zien.
wil ik het alsjeblieft gaan doen. Kijk, mama. De tekst? Ja, ik weet het eerste couplet. Ik heb ook geen muziek nu om op af te... Ik moet allemaal in mijn hoofd gaan doen. Ik weet niet eens wanneer ik moet beginnen. Ja, ik vind het ook prima als je je telefoon erbij houdt met tekst. Oh my god, ik ga hier echt heel slecht op. Ze kunnen het zo verkeerd interpreteren. Ik heb het één fucking zinnetje gezongen op straat. Ik ken gelijk al iemand die boos weet. Oh, het zijn er zo... Filmen. Ja, het zijn de filmen. Er zit ook een auto hier rechts naast ons. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Ja, jongens, ik kan het hier gewoon hier voor de deur doen. Ik doe het hier voor de deur. Ik doe het hier voor de deur. Laat me het hier voor de deur doen. Laat neem je bescherming. Hier. Jongens, dan heb ik het gedaan. Het is klaar. Ik heb hier heel spijt van, Niels. Ik ook. Jullie denken dat ik een nummertje voor jullie zing? Dat is niet goed, hè? Every night in my dreams I see you. I feel you. That is how I know you'll go on. Far across the distance, I see you. I feel you. Love can touch us one time. One true times between. Ja, gaan we door. Nog doorgaan. Yeah. Once more you open the door. Ik zou het nu boeken. Oké, Martijn, dat was goed gedaan. Goed gedaan. Oké, rijden. Oh my god. Oh, gast. Dit is wel met respect. Met respect. Wat een ballen. Mijn hart zat in mijn keel voor jou, gast. Zo, maar dat nummer duurt lang? Ja, zeg maar. Dat nummer duurt lang. Dat kost graag. Oh, ik ben zo blij dat dit erop zit. Dit ga ik zo nemen, moet terugzien. Misschien zat nog het allerergste van dit hele avond.